De voetballers van SV Urk op de dinsdagavond op bezoek bij ACV in Assen. Het verhaal van de Urkers is bekend. De ploeg presteert als promovendus boven verwachting in de derde divisie. Met na 3 speelrondes de koppositie als beloning. ACV in de zwart-blauwe tenues staat op de 11e plaats. Dit is het eerste wapenfeit in de wedstrijd van Justin Mulder. En hier is hij weer aan de bal, Mulder. Hij bedient Niels Grevink. Maar Richard Strijker ziet de bal ruim over de lat verdwijnen. ACV had in de eerste helft meer balbezit en de ploeg lijkt hier te gaan scoren. De grensrechter heeft buitenspel geconstateerd en dat heeft hij niet goed gezien. Want let op, rechts in beeld heft Klaas Kramer buitenspel op en dit was dus een zuiver doelpunt. En dan mag Urk dus niet klagen. Dan de hoekschop van ACV. En de kopbal van Gijs Jasper levert uiteindelijk geen gevaar op. Langzaam maar zeker komt Urk wat beter in de wedstrijd met Lucas Stol. Met een mooie dribbel en een gevaarlijk schot. Eerste serieuze wapenfeit van Urk na 20 minuutjes. ACV dan weer met Niels Grevink. Mag ver komen. En dan ook nog uithalen. Maar geen probleem voor Richard Strijker. Vlak voor rust dan de lange bal van Rico Neentjes. En plotseling de kans voor Hessel Snoek. Maar het levert geen treffer op. En dus gaan beide ploegen met die 0-0 stand de rust in. 10 minuten na de pauze zou de wedstrijd ontbranden. Want hier gaat Ieder den Dulk in de fout. Hij haalt Giovanni Zwickstra onderuit. En dus de terechte strafschop voor ACV. En de gele kaart voor den Dulk. Gijs Jasper achter de bal. En hij laat Richard Strijker kansloos. En de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Maar Urk zou niet bij de pakken neer gaan zitten. De ploeg raakt niet in paniek en blijft uitstekend partij bieden aan de Assenaren. En die spelopvatting levert al snel resultaat op. Want hier komt Lucas Schraal aan de bal. En die schiet de bal keihard in de kruising. Wat een schitterende treffer. Binnen 10 minuten heeft Urk de achterstand weer weggepoetst. Na een uurtje voetballen deze aanval van ACV. En dan komt Alexander Jankovic aan de bal. Een aardige actie. Maar over zijn inzet hoeft Strijker zich geen zorgen te maken. De bal naar voren geramd door ACV-doelman Enver Spiodic. En dan kan Justin Mulder de bal oppikken. En Mulder krijgt alle vrijheid om een ploeggenoot vrij te spelen. En gelukkig voor Urk doet Gijs Jasper veel te weinig met deze vrije schietkans. Johannes Schrijver op Hessel Snoek. Pieter Brands. En het schot van Lucas Schraal. Maar het is een makkelijke vangbal van Spiodic. Ieder Neentjes in de slotfase van de wedstrijd. En de hensbal op de rand van de 16. En zo krijgt Urk nog een aardige mogelijkheid om wellicht de winst nog te pakken. Maar dat feestje gaat niet door. Het blijft 1 tegen 1. Urk leidt in de 4e speelronde van de derde divisie voor het eerst puntverlies. Maar blijft voorlopig nog wel koploper.